dat mag. Water staat voor te filmen. U staat te praten dat u me aankijkt en niet zoiets staat te doen. Nee, maar daar heb ik camera's. Een groot genoeg hekel aan. Ja, daar staat camera's. Nee, meneer, ik ben niet met u in gesprek. Ik loop met mijn camera te filmen. Meneer, we zijn in wat gesprek. Wat is het probleem, meneer? Wat het probleem is, dat uw houding. Ja. Ik vraag normale vragen nu en u staat gewoon of ik een stuk... Ja, ik zal haast iets uit mijn mond laten zeggen, maar dat wil ik niet eens zeggen. Nee. Tot zover wil ik me niet eens vernederen. Okay. Maar als ik met iemand praat, kijk ik hem aan. Ja. En dan ga ik geen andere dingen staan te doen. Nee. En niet zoals u gedraagt. Kijk, nee. Begint u weer. Ja. Eigenlijk vind ik u gewoon een stuk iets uit mijn mond laten zeggen, maar dat wil ik niet eens zeggen. Nee. Tot zover wil ik me niet eens vernederen. Okay. Maar als ik met iemand praat, kijk ik hem aan. Ja. En dan ga ik geen andere dingen staan te doen. Nee. En niet zoals u gedraagt. Kijk, Begint u weer. Ja. Eigenlijk vind ik u gewoon een stuk... Ja. Een stuk mens wat niet menswaardig is, niet met de etiket verstaan. Er wordt lastig gevallen om even naar de bibliotheek te gaan om wat kopietjes te maken. Mijn naam is Tom van de actiegroep We Are Change Holland. En ik word zomaar lastig gevallen door een politieagent. Sorry, mag mij ook niet. Nee. Het enige wat ik wil vragen aan u, en gewoon een normale vraag die kan stellen. En dat heb ik hier als bewijs op camera. Dus als u mij gaat vertellen dat ik hem voor de tweede keer heb gefilmd opzettelijk, dan heeft u ongelijk, want ik heb hier alles op beeld staan. Ik heb hem niet meer gefilmd na het feit dat hij vroeg aan mij om niet meer te filmen. Dat het niet goed gaat. Nee. En ik vind het zo... Het gaat niet goed met u, meneer. Ik ben met een documentaire bezig hier. U valt mij lastig. U vraagt om mijn personalia. Wat is dit voor gekkigheid? U legt het bewijs als bij een ander neer. Ja. En u moet het zelf doen. Nou, het staat allemaal op camera, meneer. Dus ik weet niet waar ik het over heb over bewijs was. Maar mag ik gaan? U hebt mijn personalia gehad. Mag ik nu gaan? Nee. Word ik gearresteerd? Word ik staande gehouden? Ik wil weten van u of ik gearresteerd word of staande gehouden. Nee. Wat is uw probleem dan? Mag ik mijn personalia terug? U krijgt het personalia terug als u mij een antwoord geeft wat u met die beelden gaat doen. Dat is voor een documentaire. Heb ik u al 3 keer gezegd. En dat is nou de laatste keer dat ik u heb geantwoord, hè? En dan ga ik aan u vragen om toch die beelden te wissen. Want ik wil dat, ik wil daar niet aan meewerken. En dan kan u zeggen, het openbaar, maar ik wil er gewoon niet aan meewerken, aan die beelden. Dus mocht het zo zijn dat ik die beelden ooit tegenkom, ik heb uw naam en adres, dan ga ik op persoonlijke titel, ga ik stappen doen. En die meneer staat ook al te filmen, die is van Radio Rijnmond, dat is een persverslaggever. Ik vind dat gewoon... Rotterdam Rijnmond? Ik vind dat gewoon iets absurds. Sorry dat ik het zeg. Klaar voor hè? Heb je een bol gehad? Hallo! Kijk, deze ga ik dus mij op de grondwet beroepen. Dan ga ik uitzoeken hoe dat dus kan... U kunt dus mij benadelen. Dan ga ik dus via een civiele procedure aanspannen. Dat ik weer die beelden zie, begint u weer te zien. U denkt dat u het weet, maar goed. Dan zien we elkaar misschien wel bij de rechter. Dat is prima. Ja? Oké. De actiegroep We Are Change Holland, dat is WAK Holland, Google WAK Holland en dan kan je zien waar wij mee bezig zijn. Wij willen als actiegroep de macht weer terugbrengen bij de mensen. We zijn begonnen met We Are Change Holland na de grote organisatie in New York. Daar hebben ze een We Are Change New York. We hebben niet zo heel lang zendtijd, hè? Kom okay. We hebben zo veel op hier. Er is een actiegroep in New York opgestart na de aanslagen van 9-1-1. Die de officiële verklaringen van de regering Bush niet geloofde in verband met de aanslagen dat het 19 terroristen zou geweest zijn. Want 7 van die terroristen die zijn... live en kicking teruggevonden in den wereld en die hebben zich gemeld bij de ambassade en die blijven gewoon als terroristen op die lijst staan. Oké, maar wat was je nou hier aan het doen? Ik was hier bezig met mijn werk. Ik ben een documentaire aan het maken voor We Are Change Holland om mensen bewust te maken die nu met de 3 maart verkiezingen bezig zijn dat ze als politiek een nieuw onderzoek moeten eisen van Amerika naar de aanslagen van 9-1-1, omdat de officiële verklaring niet klopt. Toen filmde je die dikke agent? Ja, toen filmde ik deze agent en er stond iemand bij die niet gefilmd wou worden, dus ik heb mijn camera afgewend. Zo netjes was het, het staat allemaal als bewijs op de camera en ik ben andere mensen gaan filmen.
Maar die man die viel mij lastig. En op een gegeven moment kwam die agent en die wou mijn identiteitskaart hebben. En ik had zoiets van, ja, wat heb ik misdaan? Ik sta hier alleen maar te filmen en met mijn werk bezig te zijn, documentaire te maken. En hij zegt, ja, je mag hier niet filmen. Ik zeg, nou, ik word hier ook dag en nacht gefilmd. En ik zou niet weten waarom ik niet mag filmen. Ja. Nou, en toen moest ik mijn idee overdragen aan hem. En hij gaat aangifte doen van mij, omdat ik hier sta te filmen. Dus ja, ja, nou ja, meer is er niet aan dan. Ja, ik heb ongeveer een jaar geleden hetzelfde met hem gehad. Oké, en dat... Toen was hier een demonstratie, ik film voor Rotterdam TV. Ja. Ik wilde vandaag een reportage maken over de verkiezingsstrijd. Ja, ik ook. Die is hier het felst in, op dit punt in Rotterdam. En, maar toen waren er jongeren aan het demonstreren tegen de bombardementen in Gaza. Ja. En ik ben gewoon even belachelijk. Maar er is toen u dat hebt uitgezonden ook aangifte gedaan tegen u of niet? Dus het is alleen maar een loze bedreiging. Ja. Ja. Maar goed, nou, hij heeft ook helemaal geen grond om geen enkele grond. Je mag gewoon filmen wat hier gebeurt. Ja, daarom. Ik vroeg ook van waarom houdt u mij staande en wat is de reden dat ik staande gehouden word? Nou, dat kan hij dus blijkbaar niet goed op antwoorden. En, Hey, succes ermee. Dankjewel. Ik wil nog even, voor de camera mijn actiestikken laten zien. Je wonden laten. Mensen, 911 was een inside job. Learn the truth about 911 op wearechangeholland.nl. Oké. Dankjewel voor de moeite. Hey, en waar ben je te mailen of zo? Want ik zou even mijn adresgegevens geven. Hé, hey, dankjewel voor het doen. Dankjewel. Ook u een fijne dag. Oké, tot ziens. Tot ziens meneer. Ik snap het gewoon niet. Wat is dit nou? Ik mag hier filmen wat ik wil, dat hebben we vorige keer ook al uitgezocht. Oké. Nou goed, mijn naam... Wat een flauwe. Nou hè. Laat ik in! Meneer, u valt mij lastig. Hallo! Nee, nee, u valt mij lastig. Stop jij. Nu ophouden. Want ik wil gewoon alleen uw kenteken noteren en u springt uit uw wagen. Nee, meer niet. Want ik ga aangifte doen tegen u. Ja? En ik wil alleen uw kenteken hebben. Meer niet. Nou verwijt ze zich. Ik vorder nou dat u zich van de markt verwijt en bij de derde keer ga ik u aanhouden. Goed zo. Ik ga van de markt. Dag meneer. Okay.